was heel spannend, vooral op vrijdag. Maar om 7 uur heeft het kabinet besloten dat de cultuurvoorstellingen doorgang mochten vinden. Dus wij waren erg opgelucht dat dit door kon gaan. Nou, we hebben eigenlijk in augustus een beslissing genomen om met het Requiem van Mozart te gaan studeren. Wij hebben dit alles uitgevoerd met orgel in 2018. Dus wij vonden Requiem van Mozart een stuk wat wij inderdaad in 2 maanden tijd in konden studeren en uitvoeren hier in de Grote Kerk. Het was natuurlijk heel lastig voor koren om repetities te houden. In de lockdown was het helemaal verboden. We hebben nog op 1,5 meter afstand repetities gehouden. Maar dan hoor je elkaar te slecht om een goede koorklank te maken. Dus toen die 1,5 meter eraf ging, werd het aanzienlijk beter. Maar toen hadden we natuurlijk de angst voor het virus binnen het koor. Konden we weer optreden voor het publiek? Hoe was dat? Nou, dat was natuurlijk super gaaf dat het nu kan. En nou ja, we doen het dus in 2 keer vanwege die coronamaatregelen. Dat er voldoende ruimte is voor het publiek en ook ruimte voor het orkest om te zitten. Met die 1,5 meter. Ja, hoe moeilijk is het om deze tijden een koor bij elkaar te houden? Dat is eigenlijk ja, best wel moeilijk. Er zijn natuurlijk mensen die verhuizen, mensen die stoppen. En nieuwe aanwas is echt heel moeilijk. En vooral bij onze tenoren, ja, daar hebben we gewoon nog 5 nodig voor het volgende concert. Wij gaan straks verder met het instuderen van het Requiem van Johannes Brahms. En dat is best wel lastig. Dus wij hopen dan dat we dat november volgend jaar kunnen uitvoeren, maar het is nog onzeker, want ja, als we niet voldoende bezetting hebben bij tenoren en bij sopranen, dan is uitvoeren niet mogelijk. Als mensen lid willen worden van Toonkunst, dan kunnen ze woensdagavonds bij ons op de repetitie komen. Kunnen ze geheel vrijblijvend gewoon een keer kijken, meezingen, de sfeer proeven. En als men zegt van, nou, ik voel er wel voor, dan doet onze dirigent een stemtest, ook om te kijken van, nou, wat voor stem is het precies, bij welke partij kan die het beste meezingen. En dan kun je meedoen. Nou ja, tenoren hebben wij natuurlijk nodig, maar ook sopranen. Dus vooral zeg maar de hoge stemmen, daar zitten we eigenlijk om te schreeuwen of om te zingen.